welkom vandaag gaan we het hebben over het bewerken van metaal met een gevulde leren zandzak. Hier hebben we er een. De gevulde leren zandzak is ideaal voor het plaatwerken. Er wordt veelal gebruikt in combinatie met een nylon en met een houten hamer. De zandzak geeft ondersteuning en flexibiliteit om metalen panelen te vormen. Zonder inkepingen en met een minimale rek. Dat met behulp van een druppelvormige hamer. De hamer kan van hout of van kunststof zijn. De zandzak wordt veel gebruikt om metaal voor te vormen. Bijvoorbeeld tanken, koplampenhuizingen en andere panelen waar een ronding in moet komen. Dit is de gevulde leren zandzak. Nou, het woord zegt het al, het is gewoon een gevulde leren zak met zand erin. Leg de zandzak neer. Er een stuk metaal bovenop. En we gaan laten zien hoe het werkt. Zoals je ziet krijg je al een ronding erin. En als je dit gedaan hebt, dan kun je hem verder gaan bewerken met een Engels wiel. Zo, we hebben nu een beetje laten zien hoe het metaal bewerken gaat met zo'n leren zandzak. Het voorvormen. Zo, dit was het weer vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!